Deze nieuwsuitzending is in het kader van Weltschmerz. Een serie uitzendingen waarin ik het heb over onderwerpen waar ik het eerder over heb gehad. Maar toen ik het er eerder over had, toen was ik onder invloed. Nou, niet dat ik straalbesopen was, maar... ik was onder invloed. De laatste paar jaar heb ik erg veel alcohol gedronken. Elke dag. Een hele enkele dag niet. Maar dat was niet vaak. En tabak gerookt. Dat komt de kwaliteit van de audio niet ten goede. Want dan heb je voortdurend zo'n aanstekergeluid. En dat geeft zo'n klak. En ja, dat zonder nou uit te willen gaan wijden over wat het van invloed heeft als je ook mee werkt met een compressor en niet goed voor je audio. En dan rookte ik ook nog wiet erbij. En, ja, dan krijg je wel hele jolige cognitieve connecties of zo. Maar... nou, het is niet echt bevorderlijk voor de kwaliteit. Dus vandaar doe ik alles nu dunnetjes overnieuw. Want ik ben 5 weken geleden, bijna 5 weken geleden, scheelt 2, 3 dagen of zo, gestopt met het consumeren van die middelen. Ik vond vandaag bij het schoonmaken, want ik ben heel erg gaan schoonmaken, want in die jaren, ik heb 2, 3 jaar zo zwaar gesoffen. En alles maar laten verslonsen. Hè? Ja, nu dus zo nuchter als een aap. En ik ging mijn bed schoonmaken. Oh, werk man. Ik heb zo'n IKEA bed. Ik vond een zakje met hash. Niet veel, maar... nou, die heb ik vandaag even afgegeven, ergens achter de bar. En Wim Kruidentuin ge-sms'd van... daar en daar ligt een envelop met een zakje hash voor jou. Want ja, ik rook niet meer. Ik ben ermee gekapt. Ik heb er ook helemaal geen zin meer in. En mijn lichaam denkt zo af en toe, ik krijg zo'n gedachte, meer niet dat ik zit te hunkeren of zo, maar zo'n gedachte van, ik heb wel zin in een checkje. En dan denk ik, dan zeg ik tegen mezelf, van, ja, je hebt helemaal geen zin in een checkje. En dan zeg ik mezelf tegen mezelf van, oh ja, je hebt eigenlijk gelijk, ik heb helemaal geen zin in een checkje. Nee, want ik heb er ook helemaal geen zin in. Loop ik over straat en dan ruik ik, oh, daar zit hier iemand te roken. Ja, dan kijk je om je heen en denk ik, oh ja, die. Ik vind het ook helemaal niet lekker ruiken. Ik heb er helemaal geen zin in. Ja. En die hash, ja... het ging nog even door me heen, want ik kan een hashpijpje regelen en dan ga ik nog hash roken. Maar, dan denk ik, nee man. Ik heb er gewoon geen zin in. Dus dat is dan Weltschmerz. Behalve dat het dan mooi Duits is voor wereldsmart. Wereldsmart. Daarvan huilt mijn hart. Slaat het ook op de zaken nuchter onder ogen zien. En wat ook nuchter onder ogen moet worden gezien, en dat is het onderwerp van deze uitzending, dat zijn de vaders van nu. Ik ben zelf vader. Mijn tweede kind is vermoord. Dat vond ik natuurlijk niet leuk. Het was toen 12 weken. En als je nu grappig denkt te wezen en dan tegen mij denkt te kunnen zeggen als grap van... ah, een kind van 12 weken. Dit zit toch in de buik van de moeder? Nou, dit is... nee...
Daar moet je niet moeilijk over doen. Nou, kijk, als je dat nu tegen me zegt, dan minacht ik je. Als je dat toen tegen mij had gezegd, op de dag dat het aan het gebeuren was, dan weet ik niet wat de consequenties waren geweest voor jou. Maar mijn eerste kind is niet vermoord in de buik van de moeder. Ze is levend uit de buik van de moeder weten te komen. Hele prestatie tegenwoordig. Ik heb het even over vaders voor nu. Hè? Een heel nuchtige wil ik het beschouwen. Hè? Het is geen fantasietoestanden. Hè? Maar mijn dochter is dus... Die heeft dat gevaarlijke traject weten over te overleven. En die kwam dus levend uit de buik van die moeder. En die is nou 19. Die komt morgen komt ze langs. Ze is hier al een hele tijd niet meer geweest. Dat is... Na de scheiding trok ze heel erg naar de moeder toe. Dat vond ik niet leuk. Maar het gebeurde. En ik stelde dingen aan haar voor, van zullen we dit gaan doen en zullen we dat gaan doen. En... Maar ja, dan ging ze overleggen met de moeder en die dacht er altijd weer anders over. Die moeder had ook maar één doel in haar leven en het was mijn bijdrage aan de opvoeding van het kind te minimaliseren en mij zwart te maken. Het is niet zo leuk. En dat mij dat overkomen is, is natuurlijk niet leuk voor mij. Het is verschrikkelijk voor het kind. En het is iets wat veel gebeurt. De vader van nu, die kan in zo'n traject belanden als waarin ik ben beland. En dan mag je nog in je handjes knijpen dat je dochter dan op een dag, zoals het voor mij dan morgen is, uit vrije wil naar je toe komt om te komen eten. Ik heb niks over haar te zeggen. Nou, ik kan zeggen, ja, ze is 19 nu, dus dan hoort het ook niet meer. Nee, die moeder heeft nog van alles over haar te zeggen. Die bemoeit zich op alle fronten nog met haar. En daar heb ik niks over te zeggen. Want ik vind dat niet goed, wat die moeder doet. Ik vind dat die moeder dat kind moet loslaten. En niet dat kind moet claimen voor zichzelf. Maar ga dat maar eens uitleggen aan je dochter van 19. Ja. Dat is lastig hoor. Dat is een soort van spitsroeden lopen. Als vader van nu. En het gebeurt vrij veel. Hè? Dus het gaat dan specifiek om scheidingen die aangevraagd worden door de vrouw. Dus de in gang worden gezet door de vrouw. En meestal gaat het dan om... Ja, een vrouw die wel eens wat anders wil. Zo. Is uitgekeken op haar man. En... Ja, en als scheiden zo makkelijk is en je mag het huis behouden en je houdt de voogdij over de kinderen en je krijgt alimentatie. Ja, waarom niet? Ik zie nog de moeder van mijn kind bij de mediator zo glunderend zitten kijken naar de... inventarislijst en al die andere dingen en van ja, en wat ga ik hier dan allemaal voor cashen en ja, dat krijg ik dan. Dus ik had echt glansoogjes. Een kind in een snoepwinkel. En ja, wat wil ik eigenlijk? Ik wilde bijvoorbeeld mijn Leica-camera. Ja, dat is mijn. Ja, ik beschouw dat als mijn camera. Hè?
inmiddels is die... Dat is geweldig. Die had ik altijd bij me. Ja, ik maak heel graag foto's. Massa's. Altijd mijn Leica bij me. Ja, inmiddels is de verre van alle kanten is eraf. Hij doet het nog goed hoor. De foto's maken gaat uitstekend. En het is een hele mooie lens die erin zit. Een Eimar lens. De lens van Leica. Weliswaar geen topcamera van Leica. Want die zijn schier onbetaalbaar. Dat vind ik ook niet nodig voor zo'n amateurfotograaf als ik. Nou, die camera die wilde ik natuurlijk meenemen. Je kan me wel het huis uittrappen, maar ik ga niet het huis uit zonder camera. Maar die camera was aangeschaft tijdens dat huwelijk. Ja, en ik was de kostwinner. Ja, zij werkte dan ook, maar zij verdiende een derde of zo van wat ik verdiende. Dus ik vond dat ik die camera had betaald. Maar zij wilde geld ervan. Hè? Jij neemt de camera mee? Oké, maar dan wil ik 100 euro of zo. Nee, 200 euro wilde zij. Omdat ik de camera meenam. Ja, die camera is voor de helft van mij. Ja, dat zijn de vaders van nu. Hè? Zodat je goed weet waar je instapt. Als jij een standaard huwelijk aangaat. Je kan er ook voor kiezen. En dat zou ik dus als vader van nu ook bij deze. Als jij dus van plan bent. Om een serieuze relatie aan te gaan met een vrouw. Waarbij er eventueel kinderen betrokken gaan raken en zo. Hè? Nou, zeker als er een kind in het spel is. Dan mag je gaan denken aan een huwelijk. Dan kunnen die kinderen ook op jouw naam komen te staan. Dus en mijn dochter heet ook Nina Winkel. Dat vind ik wel fijn. Ja, daarvoor moet je trouwen. Maar doe dat onder voorwaarden. En ga geen standaard huwelijkcontract aan, want dan zit je net als Perrietje Winkeltje bij een mediator met een ex die jij wel kan wurgen, met wat ze allemaal weer niet heeft uitgevroten. En die zit als een kind in een snoepwinkel. Daar wil ik zoveel van hebben en daar wil ik dat van hebben en daar wil ik dat. Die zit gewoon te graaien in jouw portemonnee, terwijl zij vreemd gegaan is. En ze heeft mijn tweede kind laten vermoorden. Want een van haar lovers, die was er niet zo over te spreken dat ze zwanger was. En die dreigde met het beëindigen van de leuke contacten die ze hadden. Dus aangemoedigd door het dreigement van die persoon, heeft ze die abortus laten plaatsvinden. Ja, dat... Als ik dit zo vertel, dan denk je waarschijnlijk van... Ja, maar van welke planeet komt die vrouw dan? Nou, het is gewoon een Nederlandse vrouw. Geboren in Odijk, opgegroeid in Heerden. In Arnhem gaan wonen toen ze wegging bij haar ouders. That's it. Heel gewoon iemand, hoor. Ik laat me even een stilte vallen. Want dit kan jou dus ook overkomen. Dit gaat over vaders van nu. En voorvaders van nu. En jullie mannen... Het is niet meer zoals vroeger. De tijden zijn veranderd. Hou daar rekening mee. Ik schenk nog eventjes mijn beker vol met thee. Dan kunnen jullie even gaan nadenken. Ja. En als je gewoon een relatie wil met een vrouw en er zijn verder geen kinderen in het spel. Ja, waarom zou je trouwen? Ja. Waarom? Je moet wat duidelijke afspraken maken over... Ik zou in ieder geval een afspraak maken over vreemdgaan. Want als de partner die vreemd gaat, dat is degene die gaat verhuizen. En die krijgt een
redelijke verhuisvergoeding. En het kan ook zijn dat je allebei geen zin meer in hebt. En ja, dan moet er gekeken worden. Er is verder niemand is vreemd gegaan, helemaal geen toestanden, maar je hebt er allebei geen zin meer in. En ja. Ja, dan doe je het vermogen in tweeën. En dan deel je wat je samen hebt opgebouwd. En dan degene die gaat verhuizen, ja, die krijgt dan wat extra geld. Die krijgt meer geld. Een groter deel van het spaargeld dan degene die in het huis blijft zitten. Ja. Want degene die in het huis blijft zitten, hoeft geen nieuwe wasmachine te kopen. En geen nieuwe droger. Die staat niet voor al die kosten. Maar is iemand vreemd gegaan? Ja. Daar moet je rekening mee houden in je samenlevingsovereenkomsten. De functie van een contract is aan de ene kant dat je beschrijft wat de inhoud is van het contract, waarvoor het bedoeld is. En de belangrijkste functie van het contract is wat ga je doen als het fout gaat. Als het doel niet gehaald wordt. Want dat het contract verbroken moet worden. Wat ga je dan doen? Wat zijn dan de spelregels? En dan moet je maar zelf over nadenken hoe je dat doet. Je hoeft niet naar een notaris. Dat hoeft helemaal niks te kosten. Je moet het op papier zetten. In correct Nederlands. Dan zet je erboven. Samenlevingscontract. En de naam van je partner voluit geschreven, geboren daar en daar, op die en die datum. En jouw naam, voornaam voluit geschreven, als je de meerdere hebt. Achternaam, geboren. Lalala. Hierna te noemen, Theo en Toos. Ja, dan schrijf je op de intentie van het contract. Wij stellen dit op omdat wij samen... Wij willen samen door het leven, lief en leed gaan delen. En als een van beiden komt te overlijden... Dat is ook zo'n geval natuurlijk. En wat gebeurt er dan? Want dat je dan afspreekt dat het vermogen van... Zoals Toos komt te overlijden... Dan vervalt het vermogen van Toos aan Theo. En vice versa. Kan je gewoon zo opstellen hoor. Dat is een testament. Eventueel kan je natuurlijk een jurist ernaar laten kijken. Die misschien een woordje kan veranderen of zo. Maar ik zou er geen notariële akte van laten maken. Dat lijkt mij zwaar geschud voor niks. Maar overtuig jezelf ervan. Ga maar even kijken. Ik zou niet trouwen voor de gemeente in zo'n geval. Het heeft geen nut. Het levert je niks op. En een leuk feest voor... dan doe je gewoon een samenwoningsfeest, hou je dan. En dat kan net zo luxe zijn als een huwelijksfeest, hoor. Weet ik veel, iets vervelends met een bootreisje op de Rijn of zo. Ja, ik haat van die huwelijksfeesten waarbij het echtpaar... we gaan een hele hoop geld uitgeven en dan gaan we het feest gaan we vieren op de Schelling. Gadverdamme. Ja, ik vind dat walgelijk. Wat ik een heel leuk huwelijksfeest vond, er was een stel en het woonde in Wageningen... Die hadden een soort café-achtig ding met een enorm terras. Ergens toen het hartstikke lekker weer was, hadden ze de hele tent afgehuurd. En het was gratis suipen en goed eten voor iedereen. Het was gewoon lekker in Wageningen. Dat vond ik een leuk feest. Kon je lopend naartoe en waggelend weer naar huis.
Kijk, dat kan je altijd doen. Maar als de kinderen bij je betrokken zijn, dan wordt het misschien een wat ander verhaal. Maar dan nog, ik zou er denken over je huwelijkse voorwaarden. Ik zou niet standaard je handtekening zetten. Niet dan. Het blijft gevaarlijk. Want het, voor jou als man dus. Hè? Want vrouwen hebben een ander gevoel voor wat wij moraal noemen. Je kan zeggen, vrouwen hebben geen gevoel voor moraal. Zo lijkt het dan. Hun gevoel voor moraal is anders. Vrouwen leven meer in het moment. Ik weet nog een keer dat ik met de moeder van mijn kind, dat we uit een café kwamen. En toen we daar nog zaten, was er een man naar binnen komen waggelen. En die vrouw die achter de toog stond, die zei tegen die man van, hey, ik heb je net naar huis gestuurd en dat betekent naar huis en niet terugkomen. Akel. En hij was, oh, was dronken, man. Ja. Nou, hij is dus naar buiten. Nou, en even later vond ik het genoeg geweest. En ik zei dus tegen de moeder van mijn kind zou worden. Ik zei, kom, we gaan naar huis. Dan lopen wij naar buiten toe en dan lag die vent in elkaar gezakt op de stoep. Echt lang uit, man. Een beetje kreunen, zielig lopen doen. Ik voel me niet goed. En ik denk op zo'n moment helemaal niks. Ik denk, daar ligt een man, die heeft te veel gesopen. En waarschijnlijk voordat hij de eerste keer eruit werd gezet, had hij al een waarschuwing gehad. Want die vrouw die achter de toog stond, die ken ik wel. En ja, ik lust hem ook wel graag, maar ik ben er nooit uitgezet. Waarom? Mocht er altijd zoveel suipers dat ik wou. Dus hij had het echt een heel bond gemaakt. Ja, en dan zit hij nou apelazerus. Ligt hij dan op de tegels? En ja, dan moet hij lekker zelf weten. Dat zegt mij helemaal niks. En dan de moeder van, de toekomstige moeder van mijn kind. Oh ja, nee, maar oh, zielig en wow. Ja, kijk, dat zijn vrouwen. Dus hun moraal zit meer in het moment. Ze direct geconfronteerd worden met leed. Zo, dan, ja, dan reageren ze wel op. Maar als het niet direct is, als het leed maar verborgen is, dat je dat over moet nadenken. Dat vatten ze niet. In die zin zijn ze meedogenlozer. Schopenhauer heeft betoogd dat je vrouwen niet moet toestaan dat ze rechter worden. Want in zo'n rechtszaak, waar allerlei factoren meespelen, vaak een lange geschiedenis, voordat iemand voor de rechter komt, is er een lange geschiedenis. Vrouwen kunnen dat niet doorgronden, niet zo goed als mannen. Uitzonderingen daar gelaten, ongetwijfeld, maar in de regel niet. Dat trekken ze niet, man. Hou daar rekening mee, hè? Jij als vader van nu. Je goed weet waar je mee bezig bent, man. Geen standaard huwelijkscontract, niet doen. Ik zei ook het nog, voor die Leica van mij, een cameraatje van, wat kostte het toen? Dat was geen goedkope camera, hoor. Zo'n digitale, hè? Een lekker compact, een heerlijk ding. Ik ga hem binnenkort, hij doet het nog wel. Maar de filmfunctie, die is naar de Rajmadee. Ik weet niet hoe dat kan. Maar fotograferen doet hij nog als het beste aan. Ik heb een nieuwe accu ervoor gekocht. Dus is ook nog goed. Nou, in ieder geval die Leica. Die kostte me dus eventjes bij die scheiding. Heb ik hem dus, zo zie ik dat dan. Ik heb mijn eigen Leica. Ik heb hem dus destijds gekocht bij de Camex. Voor zeg maar €700 of zo. En bij die scheiding kon ik hem alsnog kopen voor €200.
Ja, dat is lekker duur, hè, zo'n camera. En dan zei ik tegen die mediator van ja, maar mevrouw de Pompadour, die heeft juwelen gekregen van mij. Twee gouden oorbellen. Niet van die lullige dingetjes. Nee, ben jij een maf man. Dat is echt huppeltje pup karate goud. Dure oorbellen, man. Dat is een heel mooi spul. Dat kon je zien, ja. En een hele mooie koningsketting, ook van goud. En nog wel meer dingen. Ja, zei die mediator. Maar ja, die tellen niet mee. Die mag zij gewoon behouden. Daar krijg jij niks van. Nee. Ze past er goed voor op, hè, de vader van nu. En beland je in zo'n traject, hè? Meestal is dat als de kinderen dan een beetje op leeftijd komen. Dan zijn ze 5, 6, 7 jaar of zo. Dan begint de gevarenzone voor jou als man. En de kans dat je dan de deur uitgetrapt wordt, is vrij groot. Oh, geen 100% natuurlijk, maar. Maar dan wordt het wel aanzienlijk, hoor. Misschien 30% of zo. Nou, toch een kans van 1 op 3, hè? Ze nemen een dobbelsteen. Hoe groot is de kans dat je een even getal gooit? Ja, is dat 50%, hè? En wat is dan 30%? Ja. De kans dat je een even getal gooit van 4 of lager. Dat is 30%. Iets meer. Zeg maar. Dat is een reële kans. Daar moet je rekening mee houden. En punt 1 krijg je dan die scheidingstoestanden. Ja, en als je het slim aanpakt, dan heb je bij de huwelijkse voorwaarden opgenomen dat alimentatie voor de kinderen alleen aan de moeder wordt betaald als jij als vader ook die kinderen, als je zeggenschap hebt over die kinderen. Die kinderen mogen bij jou komen en dan mag jij bepalen wat je met die kinderen gaat doen. Lekker naar de Efteling of whatever, wat je maar wil. Ja. Maar jij ziet die kinderen zo vaak als dat jij wil. En met een maximum van. Maar je hoeft je kinderen ook niet de hele dag om je heen. En als die moeder dat frustreert of onmogelijk maakt, dan moet je dat geld wel voor die kinderopvoeding dinges wel blijven betalen. Maar dat betaal je niet meer aan die moeder. Dat gaat dan op een zogenaamde geblokkeerde rekening, een G-rekening. Die geopend kan worden door het kind als het ouder is. Of die geopend wordt naar de moeder toe als die moeder berouw toont en zegt van oké, de kinderen komen weer zoals afgesproken is. Eens in de 2 weken een heel weekend bij jou, van vrijdagavond tot en met maandagochtend. Maar dan moet je maar zelf over nadenken hoe je dat aanpakt. Maar hou er goed rekening mee dat die moraliteit bij een vrouw anders werkt dan bij een man. En toen de moeder van mijn kind, toen ze voor de 2e keer zwanger was, en mijn ons kind was toen 8, en zij was bezig om die abortus er doorheen te duwen. En toen zei ik tegen haar: dit wat je nu doet, dit vind ik ontzettend zielig voor Nina en voor het eerste kind. En toen werd ze kwaad, jongen. En waarom plaats je het belang van het kind
boven mijn belang. Het gaat mij om mijn belang. Mijn belang telt. Schandalig dat je het in deze zaak hebt over het belang van het eerste kind. Nou, heeft zij weer lekker de geweldsmomentje, dat ze uit het dak kan gaan. Lekker schreeuwen. Nou, dan vond die abortus van plaats. En toen raakte haar hormoonsysteem dermate van slag, natuurlijk. Dat ze er helemaal gek werd. Een half jaar later zat de scheiding eraan te komen. En dan zat ze in de tuin, zat ze te huilen. En toen vroeg ik aan haar, wat is er aan de hand? Toen zei ze, oh, ik ben zo zielig voor het eerste kind. Ja, dan zat ze te janken. Ze pas op met vrouwen, jongen. Dus vaders van nu, hè? Het is niet meer zoals vroeger, man. Mijn opa van mijn vaders kant. Het gaat trouwens ook voor mijn moeders kant. Die mannen die hadden een deal met een vrouw. Daar hadden ze kinderen mee. Zij brachten de centen binnen. Moederlief die zorgde voor het eten. Die zorgde voor het schoonhouden. Die waste de kleren. That's it. Er was helemaal geen sprake van dat ze kerels de deur uittrapten. Ben je maf? Maar nu is dat anders. En ga niet denken dat het aan het verbeteren is. Ja, Perry, dus alleen jouw generatie die dat meemaakt. Maar de nieuwe generatie die nu klaar staat om kinderen te krijgen. Oh, dat is weer net als vroeger. Nee. Het is zo mogelijk alleen maar erger. Momenteel eindigt één op de twee huwelijken in een scheiding. Maar dat stijgt, jongen. Om er maar te zwijgen over al die vrouwen die zich laten bezwangeren door een of andere Joris. Waar ze helemaal niks mee van plan zijn. En die ze alleen maar zien als een soort spermadonor. En dan kunnen ze lekker de tiran gaan uitlopen hangen over het nieuwgeboren mens. Ik wil een kind voor mezelf. En niet delen met een man, want dan heb ik het maar voor de helft. Als je zo'n vrouw zwanger maakt, dan. Dan haat ik je. Dat mag je jouw kind niet aandoen. Zo'n moeder. Want een kind heeft de vader nodig. Dus samenvattend tot aan nu, hè, wat ik al heb verteld. Dus denk er goed over na dat je met een vrouw behoorlijke afspraken maakt voordat daar kinderen in het spel gaan komen. Dat je goed gaat nadenken over wat je gaat doen als zij, wanneer jij aan de beurt bent om een duit in het zakje te doen voor de opvoeding, want in de eerste jaren heb jij maak je geen indruk op dat kind. Dat is alleen mama, mama, mama en mama, mama, mama. Dat is ook logisch. Dat begint al met dat als het een baby is, het krijgt de borst van de moeder en niet van papa. En jij doet op de achtergrond, doe jij natuurlijk allerlei dingen, maar dat registreert die baby helemaal niet. En als het dan je kind gaat leren praten en alles en lopen en toestanden, ja, dan registreert dat ook nog steeds helemaal niet wat papa nou eigenlijk doet. Papa gaat 's morgens de deur uit en dan gaat hij leuke dingen doen. En dan komt hij 's avonds thuis en dan gaat hij ook weer leuke dingen doen. Kinderen hebben niet in de gaten wat jij als vader doet. Dat komt pas als dat kind
ouder is. Vanaf het 8e jaar zo'n beetje. En dat is precies de tijd waarop jij uit huis... het grootste risico loopt dat je uit huis gezet wordt. En dan raak je het contact met je kind kwijt. En dat is erg, jongen. Dat moet je zien te voorkomen. En de beste remedie is dat je alleen maar serieus omgaat met vrouwen die jij daadwerkelijk kan vertrouwen. En daarvoor moet je eerst goed met zo iemand omgaan, veelvuldig. Zo iemand goed leren kennen. En de familie leren kennen. En dat ze ook jouw familie accepteert. En, hè, dat ze open is en eerlijk is. En het liefste, het allerliefste, geen seks. Voordat je dat hele proces hebt afgerond. Dus het oude credo was verliefd, verloofd en dan getrouwd. En seks heb je pas als je getrouwd bent. Dus in die hele fase voorafgaand aan het huwelijk, geen seks. Ja, no peri, dat vind ik wel heel puriteins wat je nu zegt. Ja, maar dat is het ook. Puriteins komt van het woord puur. Weet je? En alles wat niet puur is, dat is verontreinigd. En in de hedendaagse tijd is dat een groot risico. En het lijkt ons wel leuk als je een jong bent van lekker wipper met Jan en alle manneken. Of moet ik zeggen met Jan en alle Janneke. Dat is wel leuk. Maar op termijn als je ouder wordt en je bent dus echt een ouder van een kind. Ja, wat is er dan nog van over, hè? Van dat wilde seksleven waarmee het ooit begonnen was? Nou, waarschijnlijk helemaal niks. En als dan die vrouwen buiten de deur gaan lopen wipperen, nou jongen, dan ben je de lul. Erg mee oppassen. Voor die vaders van nu, ja, hou de boel goed in de gaten. En als je het allemaal te ingewikkeld vindt, nou, dat is de beste remedie, MGTOW. MGTOW. Men going their own way. Dan ga je gewoon niet met vrouwen om. Dus misschien niet eens zo'n gek idee, hoor. Ja, maar ik wil wel graag seks. Ja, dan moet je dat maar niet willen. Klaar. Geen porno kijken. Scheelt dan een hele hoop. Geen porno kijken en dingen gaan doen die je leuk vindt. Die positief zijn voor jou. Maar porno kijken is dat niet, laten we eerlijk zijn. Porno kijken, ja, je zit met je jonge heer een beetje te spelen. Ha 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 ha. Het is helemaal, het is ongelooflijk ledig. Iemand als Nikola Tesla, die ging niet om met vrouwen. Ik ben niet zo'n Nikola Tesla vereerder, hoor. Een over het paard getild karakter, vind ik dat. Maar wel een... Nou, hij heeft wel goede dingen gezegd. Vind ik dan, hè? Dat Nikola Tesla zei van als jij staat op zand of steen, dan sta je meer in balans dan wanneer je staat op gras.
Ik denk dat hij ook wel gezegd kan hebben dat als je tot jezelf wil komen, dat je dat moet doen in een ruimte zonder andere mensen, zonder andere dieren, of zonder dieren en zonder planten. Want al dat levende spul, daar zit die elektriciteit, die energie, die free energy, zullen we zeggen, die zit in al het levende. En niet in een steen. Ja, dat soort dingen van Tesla vind ik wel cool. En ik vind het cool dat hij niet omging met vrouwen. Schopenhauer ook niet, by the way. Schopenhauer heeft eerlijk gezegd, of hij heeft opgeschreven van ja, vrouwen die dan in zijn omgeving in de rondte lopen. Hij noemde dat, en heb je het over het begin van de 19e eeuw. Hij noemde dat de Europese dame. Die vond hij walgelijk. Daar ging hij niet mee om. Immanuel Kant, die ging niet om met vrouwen. Immanuel Kant, die had een huishouder. Een man, net als Olie B. Bommel. Olie B. Bommel had toch Joost? En die bereidde dan een eenvoudige, doch voedzame maaltijd. Nou, Kant had dat ook. Hij had een man in huis. Tenminste, die man woonde dan denk ik ergens, maar die kwam dan langs bij haar Kant. En dan ging die man naar de ramen lappen. En niet stofzuigen, want in de tijd van Kant had je geen elektriciteit. Maar een beetje de kleden kloppen en zo. Dat was heel gewoon dat een man dat deed. En Kant die ging al om 3 uur 's middags ging die een wandelingetje maken met zijn hond. Of zonder hond. Schopenhauer had in ieder geval een hond. Maar Kant maakte ook heel stipt om 3 uur of zo. Het was een grapje in de buurt waar hij woonde. Als je meneer Kant ziet lopen, dan weet je dat het 3 uur is. Nou, dan was hij klaar met zijn wandeling en dan stond het eten op het fornuis te pruttelen. En dan ging meneer Kant lekker eten. En dan kon waarschijnlijk de huishouder, die kon dan weg. En de volgende ochtend was de huishouder er weer. Want 's morgens om, vreselijk vroeg, stond Kant op. En dan ging hij schrijven. Aan zijn kritiek der reinen vernunft. Aan zijn kritiek der oertuigskracht. Aan zijn prolegomena. Het schijnt dat Kant hem ook nog wel lustte, hoor. In de zin van glaasjes tikken. En sigaartjes roken. Kant was wel een levensgenieter. Was Schopenhauer ook, by the way. Maar geen vrouwen. Men going their own way. Er zit wat in, hoor. En dan maar geen seks, ja. Maar als je er niet aan denkt en er niet aan doet, dan. Ja, dan zegt het je ook heel weinig meer. Ja. Maar ga je elke dag porno kijken en aan je jonge heer lopen trekken? Ja. Je krijgt helemaal van die wilde ideeën in je hoofd. Hebben we over vaders voor nu? Van nu. En er zijn vrouwen, hoor, die in de hedendaagse tijd, in de hedendaagse maatschappij, die er 100% voor kiezen om te zorgen voor het gezin en de kinderen. Die respect hebben voor jouw mannelijke energie. En ja, die echt jouw manin zijn. Je helper, dan kan jij blindelings naar buiten en je weet dat het thuis gewoon goed gaat.
En dan kan jij wilde avonturen beleven. Kan je nachten wegblijven, omdat de klus niet afkomt. En dan bel je naar huis en zeg je, ja, de klus die komt maar niet af. En ik boek hier een hotel en ik ben waarschijnlijk voor het weekend terug, maar ik weet niks zeker. Want de klus moet eerst af voordat ik hier weg kan. Uit de Heer Hugo Waard. En dat vrouwlief dan zegt van, nou Jan, ik wens je veel succes. Die man nog vraagt me, ja, maar lukt het allemaal wel? Lukt het dan nog met de zwemles voor kleine Jan? Die vrouw zegt, nou, daar verzin ik wel wat op. Zorg jij dan maar dat die klus afkomt. En ik zorg hier wel voor, aan deze kant van het front, vecht ik mijn strijd wel. Zet jij maar door en zorg dat je heel huids thuis komt, Jan. Kijk, zo'n vrouw moet je hebben. Ja, dat is dan wel weer, als je dat in deze tijd lukt, jongen, je wordt super gelukkig. Want vroeger was dat normaal. En alles wat normaal is, dat is saai. Maar als jou dat in deze tijd lukt, dan is dat bijzonder. En alles wat bijzonder is, dat is exquise. Dat ga je waarderen, jongen. Zo, morgen komt er een man bij mij. En die wil mijn Gibson Explorer hebben. Die heeft al 100 euro overgemaakt. Op de bankrekening. En morgen neemt hij nog 600 mee. Dat is wel een kopie, hoor, wat hij heeft. Maar ik moet van die Gibson Explorer af, klaar. En de cash kan ik goed gebruiken. Allemaal crediteuren die gaan lopen zeuren. Ja, daarvoor heet het ook crediteuren, want crediteuren doen niks. Nee, het zijn crediteuren. De crediteuren zeuren. Want dat rijmt. Nou, snap ik dat ook wel. Zo kan ik mijn crediteuren laten ophouden met zeuren. Oh, een surnazen. En die man is getrouwd en die heeft kinderen. Hij klinkt hartstikke vrolijk. Ik denk dat hij het goed getroffen heeft. Hij gewoon een lekker kek wijf heeft. Ze is jarig morgen. Of ze is jarig geweest, dat kan ook. En hij trakteert haar op een middagje Arnhem. Dus hij gaat die gitaar dan halen. En dan gaan ze nog even lekker shoppen in Arnhem. Ze komen uit Dronten. Ja, het is een leuke stad, maar er is natuurlijk geen reet te beleven. En in Arnhem heb je nog wel wat, gelukkig. Ook niet meer zoveel als vroeger, maar het is overal wat minder. Hij klonk als een gelukkig mens. Met een goede vrouw. En zo'n vrolijke kerel, nou, dat wil iedere kind wil dat wel als vader hebben. Kijk, hij is tot nu toe, denk ik, oké bezig. En dan heb je iets bijzonders. En dat is goed. Dat is heel positief. In deze tijden waarin het dan zo donker is. Hè? Ik moet ineens denken aan zo'n tekst van David Bowie. Maar die komt niet helemaal door. Zo'n hele droevige tekst is dat. Van het album Station to Station. In these... Ah, ja, dat nummer nou. Ik kreeg er echt tranen van in mijn ogen. Zat ik echt bij te janken. Ik ben ook af en toe zo'n emotionele sukkelman. In these days of grand delusion,
You walked right into my dream. Ik kan het zo opzoeken op internet, maar dat doe ik lekker niet. Na, 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 na. Als ik even door blijf graven, dan schiet me zo alles te binnen. Hey, voor jou, hè, voor de vader van nu, het wordt niet makkelijk. Het is niet makkelijk, zoals het nu is, en het wordt niet makkelijker. Houd het gewoon in de gaten. Het is geen onheil of zo wat ik nou loop te prediken. Kijk, een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Dat geldt ook voor mensen met een penis en twee ballen. En de waarde van de vader, die is er. Want doordat er zoveel gescheiden toestanden zijn, kunnen ze nu ook, dus hebben ze voldoende gegevens om te kijken wat er gebeurt met de kinderen van, met kinderen waar wij de vader vanaf het zevende jaar of zo langzaam buiten beeld is gedreven door een kreng van een moeder. Ja, die kinderen die slaan helemaal los, jongen. Die jongens die belanden in drugsklinieken, in huizen van bewaringen. Of ze worden niet gesnapt, maar dan nog, wat tuig. Asociaal wordt het. Dat is nu bekend. Dat een vader is heel erg belangrijk voor het creëren van een stabiel en rationeel mens. Die vader moet er zijn. Nou, het is geen garantie dat het dan altijd goed gaat, maar het is inmiddels wel bekend dat als de vader niet voldoende, natuurlijk, harmonieus in beeld is, dat de kans dat die kinderen ontaarden en doorschieten in asocialiteit aanzienlijk is. Ook niet 100%, maar behoorlijke percentages. En mensen zoals Stefan Molyneux, die man die woont in Canada, en Molyneux, dat schrijf je dan op zijn Frans, met een M-O-L-Y, en dan Neux, met een X op het einde. Molyneux. Stefan. Die vind je zo. Een man met een kale kop. Die zoekt al die statistieken op. Of je moet je gaan maar naar hem kijken. Honderden video's heeft hij gemaakt al. Best goed hoor. Heel goed voorbereid. Ik doe maar een beetje. Ik schud dan zo'n uitzending uit mijn mouw. Hè. Ik neem een onderwerp en en ik begin gewoon te kletsen. Stefan Molyneux, die pakt zijn statistiek erbij en de onderzoeken. Bij hem zal je de onderbouwing horen met de feiten, met de gegevens, met de getallen van dat wat ik net zei over kinderen die opgroeien zonder vader. Ja. Of niet of nauwelijks een vader. Een vader die afgezeken wordt door de moeder in het bijzijn van het kind. Als er één smerige truc is van de moderne Europese dame, is het die wel. Om jou te kakken te zetten ten overstaan van je bloedeigen kinderen. Dat ik het even weet, man. Ja. En voor de rest heb ik geen medelijden met je, want jij bent een man. Je hebt dit verhaal van mij gehoord. Ik heb je een aantal handvatten gegeven. Waar je je aan moet houden. Dus hou je leuter in je onderbroek. En wees een beetje verstandig, man. Ja. En kies een vrouw
geef jezelf aan een vrouw, die vrouw kiest, hè. Dat is altijd zo geweest. De vrouw kiest. Ja. Maar laat je kiezen door een vrouw waar je op termijn wat aan zal hebben. En dan gaat het niet om schoonheid of zo. Want ga er maar vanuit dat als de kinderen gebaard zijn, ja, dan is het bye bye beauty. Zoals Schopenhauer zo mooi zei. Arthur Schopenhauer. Maar kijk, vrouwen zijn heel erg aantrekkelijk. Maar dat is omdat er dan kinderen, ja, de mannen dan denken, oh, wat aantrekkelijk. En dan maken ze dat aantrekkelijke monster, maken ze dan zwanger. En dan komen er van die kinderen uit. En dan zijn die kinderen eruit gekomen. Ja, dan hoeft zo'n vrouw niet meer bezwanger te worden. Dus dan kan die schoonheid weg. Ja, kijk, zo had ik het nog niet gezien, hè. Dat moet je heden ten dagen durven op te schrijven. Hè? Nou, dit heb je dus over begin van de 19e eeuw. Hè? Ja, Arthur Schopenhauer. Dat is echt een van de allerbeste auteurs van de, ja, de laatste 2000 jaar. Ja, laten we eerlijk zijn. De Bijbel is voor mij le livre exemplarion of zo. Hè? Het voorbeeld van een goed stuk schrift. Nou, de laatste jota is eraan toegevoegd in het jaar 100 door Sint Johannes. Sint John. Met het boek Openbaring. En toen een oorverdovende stilte. Je gaat mij niet vertellen dat Sigrid van Brabant dat te lezen is. Of die andere, Thomas van Aquino of Plotinus. Ga toch weg, man. Die werken van Helena Petrovna Blavatsky. Ja. Hey, hoe gek kan je dat maken? Maar je hebt over mensen als Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche. Waarbij Nietzsche dan de clown is. Is leuk voor het slapen gaan. Heidegger, Martin Heidegger, is ook wel tof. Rudolf Steiner, is ook wel tof. En onze Nederlandse grootheid, Gerardus Heijmans, supercool man. Ja, daar ben tof leu, hè. En sinds die tijd moet ik zeggen, is er weinig. Weinig. Rupert Sheldrake is nog wel te lezen. Maar die houdt zich niet zo bezig met dit hoofdstuk. Of dit aspect van de samenleving. Lynn McTaggart vind ik ook wel goed. Een vrouw, by the way. Eindelijk een vrouw die een goed boek schrijft. En heb je nog die andere man, Bruce Lipton. The Biology of Perception. Very cool. Maar het zijn meer, noem het maar, werken op de grens van de natuurkunde en de natuurkunde en de werkelijkheid. De natuurkunde en de essentie, kan je zeggen. Ja. Maar jij als man, je moet het zelf kunnen doen. Dat is ook wel mooi, Jurk Liesman. Ik ben aan het afronden. Hè? En Jurk Liesman, die staat hierboven, hieronder deze video, daar staat hij als eerste. Jurk Liesman. Maar die houdt dan onder andere bijbellestoestanden, bijbellezingen. Zo. Maar hij zegt, de Bijbel hoeft jou niet uitgelegd te worden. En jij bent als man prima in staat om de Bijbel zelf te begrijpen. En ik zeg het tegen jou als man, als vader van nu. Hè, je hebt deze waarschuwende, opwekkende woorden gehoord van mij. En daar red je het maar mee.
En als, het als je ondanks al deze goed bedoelde waarschuwingen en opmerkingen van mij er toch een puinhoop van maakt, nou, dan ben ik helemaal niet boos op je. En de maan niet. Maar dan is dat gebeurd. Snap je? Het is niet het einde van de wereld. Het is niet zoals het hoort, maar niet het einde van de wereld. Er zijn heel veel mannen die zien hun kinderen helemaal niet meer. So be it. Het is erg voor die kinderen, het is erg voor die man. Het is verschrikkelijk voor de familie, zowel van de kant van de moeder als van de kant van de vader. Het is allemaal helemaal niet leuk. Maar het leven gaat door, snap je? Het heeft geen zin om te huilen over melk die verspild is. Tussen de vieze keien en de hondenpoep. Nou, hartstikke bedankt voor het luisteren, beste man. Toekomstige vader, mag ik hopen. Want kindjes zijn broodnodig. Lekkere, stabiele kinderen, opgegroeid in een gezellig en stabiel gezin. En op zijn hamburgers zeg ik heel officieel, tjus. En dag, sterke man, die kinderen opvoeden kan.